We hebben vandaag de minister meegenomen naar de werkvloer. We hebben haar laten ruiken, voelen, proeven wat dat operationele werk is. Wat al die mannen en vrouwen doen op de werkvloer. Hier bij de 13e brigade. Om een idee te krijgen van waar ze uiteindelijk politiek eindverantwoordelijk voor is. En dat is belangrijk, dat ze niet alleen op papier weet hoe het gaat. Maar dat ze ook ziet in de praktijk hoe dat in die uitvoering werkt. En ook dat gesprek aangaat. En dat deed ze met al die mannen en vrouwen die dat werk uitvoeren. Je kan veel lezen, stukken lezen. Je kan veel praten met mensen op het ministerie in Den Haag. Maar ik denk echt dat je ter plekke moet zien hoe het gebeurt. De toelichting moet krijgen van de mensen die er gewoon mee bezig zijn. Werk in uitvoering en daar, dat op deze manier opsnuiven, dat ik vind het onontbeerlijk eigenlijk voor het werk wat ik ook moet doen als minister.